Wilfred, morgen kan FC Eindhoven voor het eerst dit seizoen 3 wedstrijden op rij winnen. Is dat een specifiek doel voor jou? Jullie zijn allemaal bezig met winst en verlies, joh. Wij willen elke wedstrijd winnen. Dus als we morgen de derde op rij winnen, dan hebben we ook 3 punten. Hoe wil je het gaan aanpakken tegen de Graafschap? Net als altijd. Wij doen altijd hetzelfde. En dat in details zal dat een beetje verschillen misschien af en toe. Maar de intentie is altijd hetzelfde. Ook bij de Graafschap, de mooie wedstrijd, mooi stadion, mooi veld. Ze hebben een goede ploeg. Het leeft daar zo. En wij gaan daar gewoon heen om die wedstrijd proberen te winnen. Wat zijn hun kwaliteiten? Nou, zij hebben gewoon op elke positie een goede speler. En een goede spelopvatting, een goede trainer. Dus dat hele, zeg maar, de chemie daar in die groep is eigenlijk een beetje vergelijkbaar bij ons. Dus we zullen aan de bak moeten, want ze hebben maar 12 tegengoals. En hoe staat het met de fitheid van de selectie? Niemand er meer bijgekomen? Nou ja, het duurt maar en duurt maar. Hè. Wat allemaal al geblesseerd was aan gewrichten en banden, dat komt gewoon dit jaar niet meer terug. Dus dat weten we. Misschien Thomas Horsten nog ergens in maart, april. Tariq Kada heeft vorige week dinsdag een schop gehad. Hè, ijsbeentje. En daar zitten toch ook wat complicaties aan. Dus die is er ook nog niet bij. Joran is niet fit. Thomas Hooiberg, de keeper, die had een ontsteking onder zijn elleboog en die is leeggemaakt vanochtend. Dus die is er ook niet bij morgen. Dus ja, moet je erover zeggen. Hè? Boban Lazic, wat is daar de status van? Boban is hier gekomen om opgetraind te worden. Nou, daar zijn we mee bezig geweest. Hij heeft een knieblessure. En de conclusie is nu dat wij gaan hem niet fit krijgen. Niet verantwoord fit, laat ik het zo zeggen. Dus die wordt in overleg met alle doktoren en mensen om hem heen. En van Eindhoven, die wordt half december geopereerd. En dan heeft hij ook 9 tot 12 maanden nodig. Het is bijna december. Is de club al bezig met de transferperiode? Ja, kijk. Tjeule Ling is verantwoordelijk voor de transferperiode. Wij werken met de spelers die er zijn. En we proberen daarbij alles uit de kast te trekken. Nou, het lijkt me logisch dat er inderdaad wel gekeken wordt naar andere spelers. Alleen wat de status daarvan is, dat weet ik niet. Ook na de wedstrijd tegen MVV kwamen er berichten op social media over jouw toekomst. Hoe sta je er zelf in op dit moment? Nou, mijn toekomst is gewoon morgen de eerste wedstrijd, dat is 1. En verder ben ik daar inderdaad natuurlijk wel mee bezig. En dat soort dingen bespreek ik liever eerst met de mensen intern dan met de mensen extern. Wat vind je daarin belangrijk? Nou, daarin zijn natuurlijk een aantal dingen belangrijk. Het gaat om de club. Wat wil de club? Waar willen ze heen over korte, middellange en lange termijn? En hoe gaan ze dat dan doen? Daarin is belangrijk in hoeverre kunnen we nog een aantal dingen beïnvloeden binnen de club. Nou, ik zeg ook we, niet alleen ik. We zijn met een complete technische staf. En kunnen we iets betekenen in het aantrekken van spelers? Kunnen we iets betekenen in de samenstelling van de selectie? Kunnen we een aantal dingen om ons heen nog direct beïnvloeden? Nou ja, daarin heb ik natuurlijk ook nog mijn eigen gevoel. Hè? Wat gevoel heb ik bij een aantal zaken. Mijn vriendin met een zoontje die zit gewoon in Den Haag en ik ben 5-6 dagen hier. Nou ja, is het dat allemaal waard om het op die manier in te vullen? Nou ja, daar ben ik inderdaad wel mee bezig en dat ga ik ook wel bespreken met de mensen intern.